What a teacher! Jongens, ik heb een idee. Zullen we Twan eens een Fliffling gaan pesten? Ja, we maken een gekke foto van hem en dan posten we die op internet. Ja, kom zo! De jongens sluipen Twan achterna om eens een gekke foto van hem te gaan maken. Oh, ik moet eens kijken. Deze. Twan heeft niks door. De andere jongens staan vol spanning te wachten of het lukt om een gekke foto te maken. Yes. Stuur hem naar mij, zet ik hem op Facebook. Oké, ik stuur hem. Ook naar mij. Ook naar mij, ja. Ik ook. Oh ja. Hier zit de grap uit. Ze posten de foto op Twan's Facebook. Kijk wel, mensen met hun volgen. Ja, kijk. Mensen kijken nu naar. Maar kijk. Twan heeft nog altijd niks in de gaten. Filmpunt, die staat op Facebook. 'S middags ziet hij de foto op zijn Facebook staan. Hij is er erg verdrietig van. In een parkje zijn de meisjes aan het chillen. Ja, nou, zij had dus ook in haar klas. Het leek dat ze wanneer Amber haar telefoon tevoorschijn haalt, kijkt een ander meisje mee wat voor wachtwoord ze intoetst. Amber ziet hoe de jongens Twan een beetje aan het pesten zijn. Ze vindt het erg zielig voor hem. Ze heeft een ticketje gehad voor je. Oké, kom. De meiden besluiten eens even te kijken wat er allemaal op Amber's telefoon te zien is. Twan, Even verder kijken. Oh, ze sturen hartjes. Ja, en hartjes. Eeuw. Amber is verliefd. Oh, Amber is verliefd. Ik dacht dat jullie mijn vriendinnen waren en dat ik jullie kon vertrouwen. Maar jij bent toch verliefd op een loser? Nou. Van de klas. Eeuw, super. Godverdomme! Loser! Nou, wat je zegt. Loser! De meiden buiten hadden mijn telefoon te pakken gekregen en blijkbaar wisten ze ook mijn wachtwoord. Dus konden in mijn berichtjes kijken dat we op elkaar verliefd waren. Ja, en ze hebben toen ik naar de wc ging, hebben die jongens een foto van mij gemaakt terwijl ik op de wc zat. En nu hebben ze die op Facebook geplaatst. Wat een rot jongens hebben wij toch in onze klas. Moeten ze echt met iets goeds terugpakken? Ja, ik heb een ideetje. Meester, ik heb hele erge buikpijn. Ja, en ik ook. En ook nog hoofdpijn. Oké, blauw, dan maar in de klas en doe maar wat voor jezelf. En zo hebben ze alle tijd voor een snode plannetje. Oh, this is echt gemaakt. Kijk nou! Op het bord verschijnen allemaal gekke, gênante en persoonlijke foto's van hun klasgenoten. Amber en Twan kunnen er wel om lachen. Zulke dingen horen niet op internet. Vervelende foto's op internet plaatsen, dat
kan gewoon niet. En zo praat ze nog een tijd na over de gevolgen van gekke foto's van elkaar op internet zetten. De pestkoppen hebben een lesje wel geleerd.